De Wayana inheemsen hebben een geografische kaart van hun leef- en woongemeenschap geproduceerd. Stichting Mulekot is met behulp van enkele donateurs sinds 2019 bezig met het vervaardigen van deze Wayana-kaart. Het Wayana-gebied grenst in het oosten en zuiden aan Brazilië en Frans-Guyana. Het betwistgebied is oorspronkelijk Wayana-gebied. Daar wonen en jagen de Wayana's nog steeds. Bij de Tapanahoni is er ook een grens met de Alukus en Tareno. De noordelijke grens is bij de waterscheiding tussen de Tapanahoni en boven Suriname rivier. Het grondgebied van de Wayana betreft een grootte van bijkans 25.000 vierkante kilometer, wat gelijk is aan 15% van het Surinaams grondgebied. Er zijn 9 Wayana-dorpen waarin 862 inheemsen wonen. Jupta Ituwaki, voorzitter van de stichting Mulekot, zegt dat de Wayana-kaart een begin kan zijn voor bewustzijn van inheemse soevereiniteit. Dit begin hier kan een opening zijn naar een groter publiek, een bewustzijn van inheemse soevereiniteit en culturele rechten, een stap in de richting van een rechtvaardige relatie en verzoening. Vandaag willen wij met u delen onze Wayana woon- en leefgebied. Zoals u weet, vechten wij inheemse al meer dan 25 jaar lang voor wettelijke erkenning van onze grondrechten. Op 13 april 2018 is Stichting Mulekot opgericht door het stamhoofd van de Wayana, Ipomadi Pilinappen. Een organisatie die de nadruk legt op de ontwikkeling te brengen vanuit inheems perspectief. Vanuit inheems perspectief, nog een keer benadrukken. Het bestuur bestaat alleen uit Wayana inheemsen. En Mulekot is het werkarm van het traditioneel gezag. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, de Wayana, zoals ik zelf hier, zelfs de ontwikkeling bepalen en zelfs de beslissingen nemen. Een aantal prominenten binnen de Surinaamse samenleving heeft een exemplaar van de Wayana-kaart in ontvangst mogen nemen. Zo hebben minister Albert Jubitana en het DNA-lid Assis Kumar Gayadin ook een kaart ontvangen. Gayadin geeft aan dat de assemblée serieus en bereid is het grondenrechtenvraagstuk aan te pakken. Als voorzitter van de commissie Grondenrechten is hij van mening dat de grondenrechten eindelijk erkend moeten worden, zodat iedereen in Suriname gelijk is aan elkaar. Er is een technisch team die nu bezig is om, laten we zeggen, een final advies te maken voor de commissie om vooronderzoek af te ronden. En wij hopen, net heb ik ook gesproken met de heer Roep, dat we van de maand al zover zijn dat dat advies afgerond is. En dat we spoedig dan kunnen starten met de openbare behandeling. Dat houdt in dat alle adviezen vanuit alle stakeholders, vanuit de inheemsen, de tribale gemeenschappen, de deskundigen vanuit universiteit en overal, meegenomen kan worden en dat we een goede discussie kunnen voeren. Niet om die erkenning, daar zijn we, staan we allemaal erachter dat die erkenning er is, maar hoe dat te implementeren in onze regelgeving en welke regelgevingen aangepast worden. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme is ingenomen met dit initiatief van de Wayana gemeenschap. Bij het in ontvangst nemen van de kaart gaf hij aan dat hij deze verder zal begeleiden naar de rest van de regering. President Santokki gaf later de verzekering dat het grondenrechtenvraagstuk zal worden opgelost. En de regering zal de ontwerpwet collectieve rechten inheemse en tribale volkeren niet later dan september op de agenda van de Nationale Assemblée worden geplaatst.